Het kosteloos aanbieden van trainingen zal bijdragen aan het positief invullen van de arbeidsmarkt in Suriname. Met deze achterliggende gedachte voert de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO, het Wrokofu Mik Money project uit in samenwerking met het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. De huldiging van 17 jubilarissen en de diploma-uitreiking van LAS-instructeurs vond vandaag plaats. Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken onderstreept het belang van deze dag, ook gezien de rol die de SAO in de samenleving invult. Met het verzorgen van deze trainingen wordt ook invulling gegeven aan het ondersteunen van ondernemerschap in Suriname. Dus het werk dat hier wordt gedaan is goed werk. Het helpt mee om armoede te bestrijden in Suriname. Het helpt mee om personen die ontwikkeling te laten meemaken, zodat ze als werknemer of als zelfstandige aan de slag gaan. En het feit dat mensen zich zo lang hiervoor hebben ingezet is toch wel heel bijzonder. Zeker in deze tijd waar mensen niet erg lang blijven bij werkgevers, maar toch wel vaker veranderen van baan. Dus ik wil alle jubilarissen, maar ook de gepensioneerden hartelijk danken voor hun inzet die ze de afgelopen jaren hebben gegeven. De LAS-docenten wil ik feliciteren met het feit dat ze nu bekwame LAS-instructeurs zijn op niveau 3 en 4. En dat betekent ook dat ze met de opgedane kennis verder kunnen gaan om studenten die lessen volgen op het instituut verder te scholen, nog meer vaardigheden aan te leren, zodat die dan ook beter op de arbeidsmarkt terecht kunnen komen. SAO-directeur Joyce Lapaar zei dat de nieuwe LAS-studenten zijn afgestudeerd aan het Nederlands Instituut voor LAS-technieken. Dit is een mijlpaal voor de stichting, gezien zij in de toekomst het fundamenteel LAS-instituut in Suriname worden. Dat ook vanuit overheidswegen, want u weet, er zijn meerdere spelers op het veld, maar vanuit overheidswegen zijn wij het grootste instituut dat LAS-trainingen op die manier aanbiedt. Bij de SAO bestaat er sinds 2021 de mogelijkheid om zich internationaal te certificeren en te diplomeren. Maar wij hebben ook gezegd, als wij die samenwerking hebben met OBWIS, onder leiding van meneer Burleson, kan het niet dat onze LAS-docenten, of LAS-instructeurs waren het eerst, niet verheven worden tot LAS-docenten. Dus ze hebben niveau 1, niveau 2, niveau 3 en 4. Niveau 4 is niks anders dan pijplassen, als ik het goed zeg. Pijp- en plaatlassen. En niveau 3 is plaatlassen. De bewindsman zegt uit te kijken naar de volgende projecten die de stichting zal uitvoeren in 2024 en vroeg de samenleving gebruik te maken van de kosteloze trainingen van de stichting.